Het is voor Ali B. onverteerbaar dat hij is veroordeeld tot twee jaar cel en daarom gaat hij in hoger beroep. Het ziet er echter niet naar uit dat dat veel gunstiger voor hem gaat aflopen. De rechter heeft geoordeeld dat hij schuldig is aan verkrachting en een poging tot verkrachting. En ook heeft hij zich misdragen tegen die voice kandidaten Jill Helena. Ali B. heeft de vroegere kijkcijferhit The Voice of Holland, waarin hij te zien was als coach, zoveel schade berokkend, dat er na die celstraf ook nog een miljoenenclaim volgt. Althans, dat verwacht oud-SBS-baas Tina Nijkamp. Ze wijst erop hoe erg hij het programma heeft besmet. We hebben vol ontzetting zitten luisteren naar de nachtmerrie verhalen van de slachtoffers en de openbaringen van Ali B. zelf, over hoe hij met vrouwen omging in zijn Voice-jaren, schrijft ze in haar veelgelezen telegraaf -column. De tv-kijker zal nu voor altijd op T-Voice kotsen, verwacht ze. Ik denk dat alleen al de toon van T-Voice zoveel afkeer bij kijkers op zal roepen, dat het gewoon nooit meer een kijkcijferhit gaat worden. De glans en magie van de draaiende stoelen, het is echt definitief weg en kan denk ik nooit meer terugkomen. Er hangt een, tenare, verderfelijke sfeer omheen, denkt Tina. Productiemaatschappij ITV zal vermoedelijk hoe dan ook een miljoenen schadeclaim richting Ali B gaan voorbereiden. Het zou een enorm drama zijn voor Ali B, omdat hij volgens mediakenner Victor Vlam nooit meer aan de bak komt en dus nauwelijks geld kan genereren. Dit is het einde van Ali B als artiest. Ik denk niet dat we hem ooit nog terug gaan zien op tv of op een podium. Het imago van, seksueel roofdier, zal altijd aan hem blijven kleven, zegt hij in de krant. En T-voice? E Ook volgens hem kan het niet meer terug op tv. Iedere keer als het over de zaak tegen Ali B ging, zagen we hem in het decor van dat programma zitten. Dat is heel slecht voor de reputatie, in de hoofden van het publiek zijn die twee met elkaar verbonden. Als Ali miljoenen moet gaan betalen aan tv-producent ITV, dan moet hij flink interen op zijn vermogen. En zijn huidige vermogen samen met zijn vrouw zou hij 11 miljoen waard zijn is nou juist net precies genoeg om voor de rest van zijn leven financieel onafhankelijk te zijn, zegt quote hoofdredacteur Paul van Riesen in Show News. Daar kan dus wel eens verandering in komen en dat zal hem flink raken als hij uit de gevangenis komt. We hebben uitgezocht wat je moet hebben als je nooit meer wil werken in je leven en dat is 11 miljoen. Dat is precies wat Ali lijkt te hebben. In die zin kan hij de rest van zijn leven dus uitzingen, maar dan moet hij wel de hand op de knip gaan houden.